Omdat Harry aan een oud Feyenoordgevoel leidt, wil hij er alles aan doen om te helpen de Europa Cup 2 naar Rotterdam te brengen. Daartoe moest hij naar Zaragoza. Niets is hem werkelijk te veel, waar de Nederlandse fysiotherapeut Paul Knaap zijn contact was. Paul Knaap. Hallo. Ja, ja, zocht ik. Jij bent de masseur hier, hè, bij Zaragoza. Ja, ik ben de fysio hier, ja. Ja, want ik, ja, ik spreek geen Spaans natuurlijk. Ik heb jouw hulp even nodig, want ik wilde eventjes de Europa Cup 2. Want die hebben jullie vorig jaar toch gewonnen, of niet? Die hebben wij hier staan, ja. Ja. Die wilde ik even een dag lenen en meenemen naar Rotterdam. Nou. Wat denk je? Ik denk dat het wel zou lukken. We zullen het even vragen aan de secretaris. Oh. En, zullen we daar even naartoe gaan? Ja. Hoe heet die man? Checka. Oh, Checka. Nou, oké. Okay. Hup. Nou, meneer Checka dan. Hola, buenos días. Hola, buenos días. De intentie is te coger la copa. Na lang tegenstribbelen stemde de secretaris er eindelijk in toe de Europa Cup 2 een dagje uit te lenen. De Europa Cup 2? Nee. Ja? Ja. Is het gewoon Europa Cup 2? Nee. Maar eerst moesten we voor de vorm even de andere trofeeën van Zaragoza bewonderen. Kijk je wat voor bekers hebben ze hier allemaal staan. Vragen zitten. Spaanse beker misschien ook nog? Spaanse beker? Ja, dit zijn allemaal Spaanse bekers. Dit is de Spaanse beker? Trofee. Dit is Copa de la UEFA actual, anterior Copa de Ferias. Ja? En wat voorheen de Jaarbeursbeker heette. En wat is dit? Is Copa de España, de campeone de Copa. Ja, dit Copa is de Spaanse beker. Goed, de belangrijkste beker die ze hebben is natuurlijk deze. Ja. Dit is hem. En dat is ook... Samen met die. Ja. Wat de Jaarbeursbeker was. Ja, goed, hier ook op twee. Maar goed, dit is ook de beker waar ik voor kom. Het is dus goed dat ik hem een dagje meeneem naar Rotterdam, die beker. Ja? Ja? Dat is goed, neem hem mee. Okay. Hij moet wel morgen terug. Kijk, hij ziet er wel. Hij ziet er wel mooi uit, zeg. Nou, hartelijk bedankt. Ja. Hey, Paul, jij ook. En tot morgen dan? Ja, ik kom hem morgen weer terugbrengen. Goed. Oké? Okay? Op naar Rotterdam dus. Om Feyenoord alvast aan de cup te laten ruiken. Volgens Harry Theorie zal dat de honger naar de beker enorm stimuleren. Fred Blankemeijer is nu al enthousiast. Dag meneer Blankemeijer. Nou. Dat is hij, hè? Ik heb hem hier bij me. Dat is de enige die we nog missen, weet je dat? Ja, dat weet ik. En hier moet hij samen. Hou hem even vast, dan kunnen we even zien hoe hij eventueel zou staan. Als hij daar nou, daar moet hij komen. Ja. Oké. Okay. De eerste speler die de beker mag ophouden naar de verwachtingsvolle Kuip is Georges Boateng. Boateng in de Europa Cup 2. Ja, even boven je hoofd houden. Ja, kom op nou. Ja, dat. Met hem juist. En draaien. En doordraaien. Ja. Nog een keer. Ja, nee, ja. En doordraaien. Ja, dat. Is misschien een mooi afscheid voor jou ook bij Feyenoord. Oh, je gaat weer weg zijn. Nee. Dan gaat hij weer, hoor. Nee, ik ga niet weg. Nee, doe het maar niet. Harry, dit is hem. Ja, maar ik ken hem wel. Je kent hem wel? Jawel. Maar jij hebt hem nooit gewonnen, toch? Nou, val wel mee. Wanneer? Hoe vaak heb jij hem gewonnen? Twee keer, geloof ik. Jij hebt hem twee keer gewonnen? Ja. Met wie? Anderlecht. Ja, hou hem even vast, nee, hè? Nee. Wat? Nee, als je dat ding vast wat? Zou houden, dan zul je hem echt moeten winnen. Anders moet je hem niet vasthouden. Je zit er wel steeds naar te kijken. Je hebt hem mooi gepoetst. Ja, je zit er wel steeds naar te kijken. Ja, je hebt hem mooi gepoetst. Ja, maar je houdt hem niet vast. Hij krijgt hem als eerste uitgereikt. Nou, hier gaan we even vast. Nee, ik hou hem niet vast. Ik wil hem maar vasthouden. Hou maar even vast, ja. Dan heb je vast even een idee. Ja. Ik vind dat hij jou wel goed staat. Hé. Hey. Dat vind ik ook wel. Hij staat jou goed, die Europa Cup 2. Ja. Even kijken, nog even kijken of het staat. Schuitenman en de Europa Cup 2. Ja, nou, het is even winnen, maar oké. Okay. Ja, het is even winnen. Ik moet eerlijk zeggen, hoor. Ja, voor mij ook. Word je nou weer assistent? Nee. Wat is er nou allemaal aan de hand weer? Nog niet. Nog niet? Nog niet. Dus niks assistent voorlopig van Hiddink? Eventueel daarna? Eventueel daarna, ja. Dus jij hebt tegen Guus gezegd, moet je luisteren, ik speel nog tot de zomer 97 bij Feyenoord en daarna kom je bij me terug en dan doe ik het. In die trant van laten we over een jaartje weer eens gaan praten. Ja, ik vind dat een goede job. Begin dan maar mee eigenlijk. Ja, je moet ergens beginnen. Dus ja, nou dan zou ik daar maar mee beginnen.
Hou eens vast even. Even kijken. Kijken. Oh, ja. Is het wat dit? Zo wil ik al staan hoor. Met die beker.